En wie hebben we hier? Hebben we daar Lady? En daar hebben we Speedy. Zo! Die heb ik op beeld. Hi mama. Hi meisje. Hi. Hier heb je één kindje, waar is die andere? Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag nu zondag 27 juni 2021. En het is 3:10 in de middag. Nou ja, en zoals je ziet loop ik lekker met Lady buiten. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier. Het is een gloednieuwe vlog. Ja, nou eventjes een update. Ik weet nou niet of ik het gisteren heb verteld, ja of nee, maar dat zie ik dan wel weer in het edit, maar oké. Roderick die moest dus vandaag om 8:45 bij de GGD wezen voor een PCR-test. Tot nu toe heeft hij nog geen uitslag binnen. Ik zal hem zo meteen, ik had hem gevraagd of hij eventjes een filmpje wou maken, maar hij doet een foto. Stuurt hij naar mij door, ook goed, prima. En dan, is dat wachten. Want... hij heeft gisteren een zelftest gedaan en daar bleek dus uit dat hij dus nu wel positief is. Dus, maar ja, ik heb nog alleen de volgende klachten en dat zijn dus snel moe. Geen reuk, geen smaak. En ik kan eigenlijk nog slecht praten en lopen tegelijk. Dan moet ik echt rustig aanlopen. Dan kan ik dus wel praten, maar ik kan niet heel snel lopen zoals ik eerst deed. Dan moet ik nu echt rustig aan en dan kan ik dus wel praten. Dus die conditie op mijn longen moet ik weer gaan opbouwen. Dus ik hoop dat mijn begeleidsters daar iets voor hebben. En dat ik misschien ook op en op boksles kan met een beweegcoach. Maar ook dat moet helemaal vanaf nul eigenlijk opgebouwd worden. Dus Dus dat zijn eigenlijk even de stand van zaken. En Lady zien jullie lekker achter mij. Dus ik ga nu naar huis. Want mijn buurvrouwtje, die heeft lekker salade voor me gemaakt. Dus ja. Dus een shout-out naar mijn buurvrouwtje. En wie hebben we hier? Hebben we daar Lady? En daar hebben we Speedy. Wat heb je dan? Wat heb ik hier? Oeh, wil je deze hebben dan? Deze hebben dan. Alsjeblieft. Doei. Allemaal lekker op balkon. Dag. Hi Speedo. En ik heb mama ook aan de lijn. Ja, helemaal top. Helemaal geweldig. Jee. Hi meisje. Hi Tut. Hi schatje. Hey meisje. Nou, de lucht is hier ook lekker donker aan het worden, zoals jullie kunnen zien. Ja, lekker, lekker, lekker. Moet eens kijken hoe donker het wordt. Jeetje, mintjes. Kan mooiere foto's maken hoor. Vele malen mooier. Zo, en daar is het nog helder. Mooie stapelwolken, mooie regen, helemaal goed. En boven Scheveningen is het nog mooi. Humoristisch, ja. Helemaal geweldig. Ja mensen, ik vind dus echt onweer gewoon geweldig. Waarom weet ik niet, maar ik vind het gewoon geweldig. Kijk, ik weet niet wat jullie zien, maar dit zie ik dus. Ik zit nou lekker in mijn deuropening. Heerlijk joh, echt. Toen ging het weer een beetje zachtjes regenen. Dat denk ik. Het is een klein buitje hè, voor de stop denk ik. Ja. Nou lekker. Helemaal top.
Nou, we gaan het lekker meekijken, maar nu wel lekker zonder jullie. Misschien nog wel wat met jullie. Geen idee. Of het moet echt helemaal erg tekeer gaan zometeen. Dan is het een heel ander verhaal, maar ja, dat weet je toch nooit. Kijk, ik weet niet of jullie die zagen. En nou krijgen we een klappen volgens mij. Valt nog mee. Deze viel nog mee. Kom maar. 1, 2. Kom dan. Dan niet. Nee, ik ga er weer lekker mee stoppen. Met filmen nu. Zo! Dat is een flinke vis. Die heb ik op beeld. Dat is Zo, die heb ik er ook op. En daar hebben we de twee dames. En wie hebben we daar? Dat is mijn lieftallige man Roderick weer. Jee. Ja. En dan zegt de GGD wel binnen blijven. Maar ja, met regen
Welke virus dan? Het regenvirus. Hè? Huh? Regenvirus. Ja. Doe eens even rustig, joh. Gek. Maar wat gebeurt er met regen en met de virusdeeltjes? Nou, regen komt naar beneden vallen, logischerwijs. Ja. Omhoog vallen is een beetje moeilijker. Ja. Maar virusdeeltjes die gaan met je uitademende lucht mee, zeg maar. Uh-huh. Die komen dus in de regen terecht en dan naar beneden. Dus het is juist een goede om juist met dit weer lekker te gaan lopen. Ja, en je ademt meteen verse lucht in. Gewoon ja, precies dat. Nou, dus wij gaan nog even lekker lopen met de hondjes. Ja, meisje! Oeh, hey! Hi, mama! Hi, meisje! Hi! Je hebt één kindje, waar is die andere? Want je had vijf eitjes. Waar zijn de andere vier? Ik had er maar één uit, zou kunnen. Waar is de andere? Hi! Hi! Blijf, laat dat. Hi! Wat ben jij mooi? Wat ben jij mooi? Hi! Oh. Mama! Ga jij eens daar met je kop eens weg? Zo, nu even vanaf bovenaf. Roderick die zei al van, en ze ligt heel breed, dus waarschijnlijk liggen de andere vier kindjes lekker onder mama's vleugel te slapen. Lekker te slapen. Ja. Ja. Nee, geen zin in zeg maar. Lekker onder mama's vleugeltje liggen. Is vele malen lekkerder, hè? Hé. Hey. En daar hebben we nog mama met haar twee kindjes. Kijk, dat is mama of papa. En dit zijn twee, heel scherp. En dit zijn twee kindjes. Ja. Dat kun je ook wel zien, hè? Aan dat dons daar. Donsveertjes. Hoe is het? Geweldig. Het leven in het water. Wat is dat magnifiek. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.